Het tweede verhaal zal ik ook veel lezen. En dat is, hoewel als het dus met dezelfde zin begint, een heel ander verhaal. In dat verhaal van Ko herkent hij misschien wel wat. Nou, ik hoop eerlijk gezegd niet dat hij wat herkent in dit verhaal. Het verhaal dat heet Rood. Ze strekt haar hand en brengt een boom weer om, om de omgevingen nog beter af te kunnen speuren. Eerst naar links kijkt ze en dan naar rechts. Grondig en langdurig. Met de straten tuint het gewone, verlaten ambtbeeld. Donkere huizen, de meeste gedindende sleuten. Er en daar een verlicht raam, soms met het blauwe schijnsel van een televisie. Een paar eenzame auto's, half op de stoepen, half op de straten parkeerd. Lanternpalen die altijd te weinig licht verspreiden om er echt wat te kunnen zien. In de verte het rode achterligging van een visser die als een mobusa rijdt. Niks bijzonders. Ze kijkt nog een keer naar het raam waar ze voor staat. Zal ze durven? Die middag had ze plotseling besloten te stoppen met het sausen en schilderen van haar slaapkamer en toch nog de expositie in het plaatselijke museum te gaan bekijken. Het was een impulsief besluit geweest. Toen ze op de vis zat, had ze er al eens de wispiet van. Wanneer moest ze de plint nou afmaken? Men moest ze weer gewoon aan het werk. Aan de andere kant, de kans om die schilderijencollectie zo samen te zien, kreeg ze niet gauw weer. Inkuiting van de expositie, alstublieft. Als Thea het 10 euro biljet onder het glasdeur schuift en het toegangsbewijs aanneemt, ziet ze de roze verfraadjes nog langs haar nagelriemen. Gauw trekt ze haar hand terug. Bah, de roze score maakt natuurlijk. Met de armen in de zakken loopt ze zoekend de halle deur achter de pijlen aan naar de speciale expositieruimte. Leste weken schroeven de posters en van de 7 dagen die er nog op alle gegeven staan, binnen er al 6 de deuren streept. Het is echt de leste dag en ze wil hem zien, al kunt het er vandaag ook nog zo slecht doet. Voor als ze de zalen inloopt, dwingt ze er zelf even stil te staan. Rustig nou, ziet ze rennen komen om te genieten. Laat ze door de titan vernemen. Die slaapkamer wacht wel, het kunt op een paar dagen niet aan. Ze had een paar keer diepe asem en luidde spannigen van haar afglieren. Dan liep ze kalm de expositieruimte in. Een golf van kleuren kwam op haar af. Ze riezen voor haar op, tommelen over haar en omhelzen en overweldigen haar. De zalen liet wel één palet van prachtige sprekende tinten zonder dissonanten. Levendig en uitbundig binnen de doeken, zonder room of afstoten te wennen. Zachte ronde vormde tons uw tontinten en even juichend als harmonieus is het geheel. De awesome stoekt er in de keel. Die recensent in de kranten heeft geen woord te vullen, zegt. De expositie is niet zo groot, in de zalen maar, over 30 schilderijen. Nog altijd bij de deuren staand, let ze het geheel op haar inwerken. En dan ziet ze hem hangen. Een beetje in een hoekje, alsof je eigenlijk niet mee mag doen, hangt hij door. Een rillige trekt je de vingertoppen uit. Dat rood, die nuances van cerise, aubergine, allerlei tinten rood en oranje, de silhouetten, die oldigen, de hele compositie. Het ultieme schilderij. Tussen de royale doeken is het maar een klein manoeuvertje, met een smal, eenvoudig lichindrement. Maar het vangt Thea met zijn uitstraling zoals een keerse een muggen aantrekt en vangt. Bij een kwartier staat ze sprakeloos voor het paneeltje. Dan maakt ze de reur met mute lap van lus. Dat Ine zo schilderen kan. Wat een talent. Nog helemaal onder de indruk loopt ze bij de rest van de tentoonstellige langes, maar hoe mooi het ook is, geen enkel schilderij aalt het bij het kleine duukje in de hoek. Als alles de zin heeft, loopt ze nog even terug. Het schilderij ging even nee belangstelligen. Het gaat skul achter een zwart leren jack met een rood busje.
De eigenaar heeft vast een ongeluk in Meulen, want er zit een stuk in zwart tape op de rug geplakt. Vreemd dertig staat de jongen op het schilderij. Net alsof hij het betasten wil, valt erop. Zal hij het ook zo mooi vinden? Zal ze van spreken? Nee, niet doen. Hij ligt helemaal op te gaan in het schilderij. Laat hem maar even, zo straks kan zien bij weer. En dan ziet ze het opeens gebeuren. Met iene aal grist de jonge man het schilderijje van de muren en luidt het in een linnen reclame tegen zich liel. Zonder op of uppen te kikken, luidt hij vervolgens vastbesloten, maar niet gehorst, met de tessie naar de uitgang en verdwijnt. In een paar seconden is het gebeurd. En Thea heeft het gevoel dat in die seconden een voeten verankerd ben en haar tongen verstiend. Pas als de jongen echt verdwenen is, zit ze kaasalarm te slaan. Ik heb een schilderij mee, Oltem. De stem klinkt slaapdronkend, alsof ze net wakker is. Ze weet eigenlijk ook niet of ze nog verwacht dat allemaal opeens de deur uit achter de jongen aan zal draaien, maar dat gebeurt in ieder geval niet. Wel kijken de toeschouwers er nog wel. De ene wat gestoord, de andere geïnteresseerd. Ik heb een schilderij mee, rept ze nog een keer, was zachter nou en wiezend naar de deuren. Uit de naastgelegen zalen kunnen ze posten aanlopen. Wat is er aan de hand? Thea is kolders knekken naar beneden. Een uitgestoken vinger dwaalt naar het lege plaatsje in het uki. Dat schilderij door in het uki, stamelt ze. Hij heeft meegenomen. Het doen van hun verhaal, eerst tegen de suppost en dan tegen een of andere chef en tenslotte tegen de politie, kost Thea meer tijd dan ze eigenlijk kan missen. Met een vreemd leeg gevoel vist ze uiteindelijk een paar uur later op hun zang. Dat verven van de plinten in hun slaapkamer kan ze vandaag wel vergeten. Er heeft het er trouwens ook niet meer naar. Gek, het voelt alsof ze persoonlijk wat kwijt is. Dat kan dus zomaar, een schilderij stelen. En er zijn dus mensen die als dat ook gewoon doen. En kennelijk krijgt er nog geen aan en er ook. Want Genine is de jongen achterna draaft, zover als ze weet. Op de automatische piloot vissen de staddeur op hun zang. Een rood licht, stoppen. Van links kunnen stroom, auto's en vissen op gang. Ze trekken in de beginnende schiemerige vuurlanges. Man en vrouw, een enkel kind, allemaal onderweg. Waar zijn ze allemaal naartoe? Wat zullen ze allemaal meegemaakt hebben vandaag? Wat zullen ze dan hebben? Ze heeft vast allemaal geen diefstal zien plegen. En dan zit ze. Op een oude gammele vis trekt hij in de stroom aan de UVB. Ze herkent hem onmiddellijk als een opvallende jekker met een stuk tape op de ruggen. Dat is hij, de jongen van het schilderij. Het getoen tessie ziet ze niet. Zal hij dat dan naar huis gebracht hebben? Moet ze nou weer vergeefs kroem van Olte Dief? In een opwelligen sluit ze er bij de stroomvissers aan. Ze wringt er wat naar voren om de zwette jekker niet uit het ogen te verliezen. 100% zeker dat hij het is. Ze herkent nu ook zijn postuur en de rossige krullen boven de kraag uit. Volg hem dan, maar niet te dichterbij komen. Ik koers de centrum uit en wat volksere buurt in. Nog altijd binnen oordig vullen mensen onderweg. Ze valt niet op gelukkig. Hij sluit weer af. Ze volgt. Ze riet nu door de straten met kleine voor een deel wat vervallen nussies, ergens met een klein tuintje in de veur. Een beetje afstand holen nou, het werd wat rustiger hier. Maar wat doet hij nou? Zal hij hem weer? Hij remt, slaat zijn ene been over het zadel en springt van de vis af. Met een romme zwaai draait hij de vissen het tuinhekje in. Dat heeft hij wel vaker gedaan. Thea stopt ook. Doet alsof ze een adres zucht, maar houdt de jongen goed in de gaten. Hij haalt de sleutel in zijn jaszak, doet de deuren los, redt zijn vissen de gang in en doet dan de deuren dicht. Eén wacht Thea nog. Dan loopt ze op het huisje toe. In de kamer gaat het licht aan. Ze ziet wat beweren dan het blauwe licht van een televisie. Soms ze naar de deuren durven lopen,
en met naam buiten te bekijken. Vooruit, ze wacht, smosje verzinnen kan altijd nog. Ze zette vissen waar u zijn vader tegen haar ging en liep op de deuren toe. Karsten Bol, zei erop, en naast de deuren het nummer 42. Karsten Bol, werd de dief dus, en hij woont Piet Heijnstraat 42. Dat is nog eens informatie, ze gloeit ervan. Laat de politie maar druk weten met verhalen aan u en rapporten maken. Wat zullen die trouwens met deze informatie doen? Ze kunnen vast en die zomaar oppakken, of ze nu ze zoeken. Eerst is praten zeker, en hem dan genoeg tijd geven om dat schilderij te verdonkeren maan. Verdorie, dat is toch zonde? Als ze nou is. Twee keer vissen de straten op en neer. Het is ondertussen alles te donker geworden. En veel lanternpalen staan er in de achterafstruitjes ook weer niet. Zal ze het wonen? Of kan ze toch beter de politie bellen? Nog één keer speurt ze de straat af. Niks te zien. Dan lept ze met de ratten bonzend in haar keel het tuinpad in op en belt aan. Het duurt hem. Ze wil net voor de tweede keer bellen als de deur los gaat. Een jonge man, midden 20 schatsen, zet voor haar. Oh, een collecte? Je hebt een prettig gezegde. En een hartelijke stem ook. Zo stel je een crimineel helemaal niet voor. Thea is 1 minuut het lood te slaan. Vermand u dan? Nee, geen collecte. Heel wat anders eigenlijk. Ik heb ook namelijk gezien, vanmiddag, in het museum. Ze ziet de jongen verschieten. Ja? Ja, ik herken u net al, hoe jekker, met een stuk tape op de ruggen. Je hebt dat rode schilderij gestolen, hè? De jongen kijkt er onzeker aan. Ik kan ook de politie bellen. Nee, dat niet. Weet hij, het gebeurde gewoon in een opwelligen, begint hij dan te praten. Ik was zo onder de indruk van dat schilderij, ik ben 4 keer naar de expositie toe geweest. En vanmiddag, op de laatste dag, komt de gedachte gewoon niet verdragen dat ik het misschien nooit weer zal zien. Ik moest het gewoon hebben. En dat ging zo gemakkelijk. Geen beveiliger, geen achtervolgers, niks van dat alles. Ik kon er gewoon mee wegvissen. Opgaan in de drukte van de winkelstraten. Dat dacht ik tenminste. Thea krijgt weer rempeloze medelijden met hem. Zo bedremmeld als hij door stedt. Maar zie vermant haar. Deur pakken nou. Weet ie wat, zegt ze. Geef mij dat schilderij nog maar mee. Dan zag ik dat ik in de stad zag lopen en dat ik het toen gewoon teruggevraagd heb. Volgens mij heeft voor verder geen ene zin. Alleen nog die jekker. Die moet voorlopig maar niet dragen. Daar ben ze naar op zoek. De jongen kijkt je nog een moment aan, alsof je hem afvraagt of er nog een andere mogelijkheid is. En dan loop je de kamer in en komt terug met het linnen tasje. 1 keer kijk je er nog in, naar het schilderij. Geef het dan aan Thea. Alsjeblieft. En nog bedankt. Zulke dingen doe ik anders nooit, hoor. Maar het leek wel of dit schilderij me betoverde. Thea pakt het tasje aan en knikt. Ja, het is een prachtig schilderij. Ik kan me weer voorstellen dat hij er van onder de indruk bent. Meer werd ze niet te zijn. Met het tasje in haar hand doet ze de deuren weer los en stapt ze naar buiten. Ik zal zorgen dat het op de plek komt. Ze steekt haar hand nog 1 keer op en loopt dan naar een vis toe. Achter haar doet de jongen de deuren zachtjes dichten. Ze heeft de schimmelaampjes in de slaapkamer aangedaan en zit recht op in beide. Er hangt een verre vlucht en de blinden en gezinnen zijn nog kadeskoerd en overplakt. Maar ze wil hier slapen vannacht, tussen de roze geverfde muren. Weer werd haar blik naar de wand tegenover haar beide terug. Daar hangt het. Het staat prachtig, al die tinnen rood in het simpele lissie tegen de roze wand. Ze zal de plinten toch wat over te maken, als dat ze van plan was. Meer dat cherise dat onder in de schilderij zit. En dan kocht ze ook dat dek met overtrek dat ze gisteren de zin heeft. Het zal er prachtig bij staan. Ze schurkt er hem lekker in de kussens. Wat een dag. Als ze nog eens niet naar die tentoonstelling gegaan was, maar gewoon de plinten was gaan verven.
Je moet er niet aan denken.